Ik heb net de tips bekeken, de tipsvideo van YouVlog, jullie kennen het al. En sommige zijn waar en sommige niet. Stel, nu neem ik wat tips mee. Tips hoe je een kanaal beheert. Ja, want als je je kanaal beheert, betekent dat je denkt van, ah, kom op. He, voor heel eventjes lekker meedoen, hè, lekker gezellig. Dat kan. En als degene zegt van, nee, ik wil het niet. Ook prima. Maar het heeft wel met een reden voor nodig. En een andere tip over het bellen. Bellen is ook soms een beetje nodig om een beetje contact te houden. Want ik ken iemand die graag die op maandag vrij is en de zondagen ook. Want daar zijn deze twee dagen die rustdagen zijn. Dus daarom is ze even tijd. Maar je hoeft niet per se een afspraak over te maken. Dan vraag je het eventjes aan degene. Heb je misschien tijd? En het kan soms zijn dat het niet altijd even gaat. Ja, vraag dat dan niet nog eens. Want daar lijkt het meer op zuren. En natuurlijk, niet zeuren over de video's. Iedereen is vrij. Zoals Gerard Goor, die later graag boeren. Gyote had heel lang geleden een naakt video. En de voice-overs, die stemmen in de sprekers, die gebruiken graag grove talen. Dus eigenlijk zijn deze drie ook vrij. Dus eigenlijk zijn er geen regels daarvan. Die worden misschien nagemaakt. Dus ga nooit daarin mee met die zelfgemaakte regels. En het dwingen moet je niet doen. Want dat levert heel veel nare dingen op. Ruzies. Conflicten. En door al die ruzies en conflicten, dan worden ze gestrest. Dan voelen ze ook een beetje bemoeid. En vermoeid. Dus daarom. En ik heb ook tips over de telefoons. Het maakt niet uit als je je telefoon bij je hebt, maar gebruik het niet. Want ik ken een paar die dat wel doen, maar dat moeten ze niet doen. Moeten is een groot woord, maar het woordje moet hoort er ook bij de Nederlandse vestie. Want we zijn iets verplicht om, stel, je krijgt een telefoontje wat heel belangrijk is. En dan moet je ook bijblijven. Want ik ken iemand die heeft heel veel last van gehad van van alles. Bijvoorbeeld duizelig, moeheid, snel in slaap vallen. Ja, dan moet je gelijk in actie komen. En als degene een baan heeft bij het vak techniek, dan moet je ook telefoontjes krijgen van degene van hoe werk ik dit en hoe werk ik dat. Dat moet je ook bellen. Dus eigenlijk mag je je telefoons wel gebruiken wanneer het noodzakelijk is. Ja? En natuurlijk grenzen aangeven. Stel, degene, nou ja, ik ken iemand, mijn vriend, die wil heel graag kort bellen. En daar hou ik daar ook aan.
Maar toch word ik niet serieus genomen. Ja, je moet wel degene serieus nemen. Wat als je dat niet doet, dan levert het slechtere resultaten op. Bijvoorbeeld gestrest, boos, kwaad. En dan krijg je ook nog een klein beetje scheldwoorden. Dus doe dat maar niet. Dus geen vaste afspraken, want dan komt alles goed. En ik heb ook nog tips over Novalis zelf. We hebben verschillende alle vrijwilligers tekort. Daarom wil ik jullie oproepen om als vrijwilliger bij Novalis te kunnen helpen. Die inzet hebben voor mensen met een beperking. Niet voor mezelf, maar voor heel Novalis. Want ja, we hebben bijna niemand meer. Want Piet is gestopt. En Babs is gestopt. Wilma van de horeca is overleden. En Rudy is gestopt. Pien is gestopt. Iedereen die wij hadden gekend zijn gestopt. Daarvan kunnen wij vrijwilligers tekort. En ook theatermakers tekort. Nou ja, we zijn redelijk veel theatermakers, maar niet zo heel erg veel. Dus ja, dus dat lijkt me ook wel fijn dat er nieuwe theatermakers komen en nieuwe vrijwilligers. Zodat we op kunnen bouwen van onze toekomst. Dus dat waren de tips 2.0 van Jeppe Rocks. Vond je deze leuke video? Vergeet dan niet te abonneren en te liken. En dan zeg ik jullie later. Tch.